Jan den Baas had alle keren op Oeral West. Voor hem begon het festival altijd met muziek op het Griene Strand. Het hart van de Oeral. Ja, daar kreeg je contact met de Oeral. Daar kreeg je contact met artiesten, met bandjes. Dat was de toegangspoort, denk ik, naar de rest, naar de theaters. Dat is er niet meer. Nee, helaas niet. Ze zijn mij kwijt met Oeral, Groene Strand. Ik denk dat ze het verkeerde stukje hebben weggesneden. En zat denken er meer festivalgongers oor. Ze zeggen dat ze het Oeral gevoel kwietrekken binnen. En dat lieten ze weten op de social media en in kranten. Nevens creatief directeur Joop Mulder van Oeral, maak je dat oorsjen. Het is een theaterfestival, geen muziekfestijn. Dat Oeralgevoel wat sommige mensen hebben, als ze zeggen, ja, ik wil gewoon met mijn eigen flesje rosé lekker in het gras liggen en ik hoef niks te doen. En aan het einde van de week denken van, nou, zoveel geld heb ik helemaal niet uitgegeven. Ja, dat is een ander Oeralgevoel dan het Oeralgevoel wat 80% van het publiek heeft als ze naar al die mooie voorstellingen gaan. Voor de vaststelling is binnen 130.000 kaarten verkocht, liekevolle als verliezen hier. Toch wien de toerisme bezoekers minder. Eigenaar Gerrit-Jan Moes van Camping Kooi zei te weten hoe dat kan. Het feestje is weg, de show is er vanaf. Alle ogen zijn op het theater gericht. De mensen zijn zoekende naar iets wat er niet is. Het is wat we gewend zijn en dat is er niet meer. Ook al wordt er door Oeral gezegd, we gaan verjongen. We proberen een poging te doen om een 25-plusser richting het eiland te halen. En het gemiddelde publiek wordt, zeker dit jaar, het is nog nooit zo oud geweest. Moes vindt dat Oeral beter luisteren moet naar de Oeralgongers, maar vooral naar de eilanders. Wethouder Teun de Jong is het er mee eens. Oeral is een belangrijke maatschappelijke speler. Daarnaast heeft het Oeral ook het eiland nodig. En andersom, het eiland, de eilanders hebben Oeral ook nodig. Nou, als je elkaar nodig hebt, dan moet je dus ook duidelijk zijn over wat je wil en waarom dat je de dingen doet. Joop Mulder neemt de kritiek van de gemeente, eilanders en festivalbezoekers serieus, zei de oprichter van Oeral. Het rekert hem. Ja, dat doet pijn en doet natuurlijk vooral ook heel erg pijn voor mensen die het hele jaar door bij mij op kantoor zitten en knetter gaat werken. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. En dan is het echt heel erg slikken als je denkt kijk nou eens even aan, we hebben een kwaliteitsfestival geleverd. We zorgen voor zoveel promotie voor het eiland. En dan gaan mensen op die manier op je tenen staan. Dat is gewoon natuurlijk wel lullig.